Wanneer je je wifi-instellingen wilt wijzigen, dan kun je het beste naar mijnmodem.kpn gaan en inloggen met je eigen wachtwoord. Dan klik je gelijk door naar wifi. En hier is de eerste valkuil. Zorg er alsjeblieft voor dat dit vinkje aanstaat en dat dit vinkje aanstaat. Daardoor zet je eigenlijk netjes je netwerk aan en dat je netwerk uitgezonden wordt door je modem. En hier kun je wifi-naam instellen. In mijn geval thuis. Maar ik zal er iets persoonlijkers van maken, want er bestaat natuurlijk wel de kans dat het thuis al gebruikt wordt. En ja, dan is het iets lastiger om je eigen netwerk te vinden. Nou, dit kun je gewoon netjes hetzelfde laten. En dat is helemaal goed. En kijk, hier kun je een wachtwoord instellen. Nou, in dit geval gebruik ik even welkom thuis. En het belangrijkste is dat het iets is wat je zelf wel kan onthouden, maar kwaadwillenden niet makkelijk kunnen raden. En welkom thuis zal bijvoorbeeld niet zo heel erg slim zijn, maar voor dit voorbeeld zou ik het doen. Vervolgens klik je op Apply. Waarschuwt hij je dat als je wachtwoord verandert, dan kan het zijn dat er nog een oud wachtwoord in andere apparaten zit. Dus hou er rekening mee dat je op alle andere apparaten waarmee je eerst op je netwerk ingelogd was, opnieuw zou moeten inloggen. Als dat helemaal goed is, dan klik je op Continue. Je bent helemaal klaar. Je wifi-netwerk is gepersonaliseerd.